Morning! Yoga Teacher Training dag 16 alweer. Kom. No. The posture. Chakrasana. Bend it. Arms there. Take the... Have to stretch to this side. Then only stretch comes here. You see, I will show you. Here. This side. To the front. Yeah, here. You are like this. Okay. Then one day I have to do one like half. She is good. You are following. We have to stop so many body touches. It was my support. Forget that hugging and all. Sarna Pranara. I will really find that to wish Allah and the Shri. Slave I remain. Abhinamuru, Gravnamula, Namuru, the colony, and Abhinamura. Oh yeah, food. Ik heb zo'n trek in die fruitsalade. Die ananas is echt divine hier zo. En die druiven zijn ook echt vet lekker. Vanochtend was Roberto, hij was niet naar meditatie gekomen, want hij had pijn in zijn rug. Dus ja, hij was gewoon even rustig aan het doen. En toen kwam Saadje van, nee, je hoeft niet zoveel na te denken. Het zit echt wel goed met je. En je hebt een goed hart. En... ja, je gaat echt wel verlicht worden. Hij was gewoon echt heel lief, gewoon hem aan het supporten en zo. Dus dat doet hij ook de hele tijd hoor. Alleen, ik weet niet, misschien omdat dat iets minder impact maakt, dat ik dat dan niet zo heel vaak deel. Maar ik zal het even iets vaker proberen te doen, want anders krijg je misschien een heel slecht beeld van hem. Terwijl ik echt die man zo dankbaar ben voor alles wat hij me leert. En ja, hij is gewoon echt heel lief over het algemeen. En weer terug naar de middagsessie. Check, dit is een echte aloe vera plant. Dit staat gewoon bij Saadje in de tuin. Een klein stukje afbreken. Maar ik wil het niet. Ik vind het zonde. Ik heb het toch niet nodig. Maar wel cool om te zien. Dit is een muntje naar mijn hart. Gewoon op het muntje. Oh, dit is wel vet. We gaan de fysieke voordelen leren van de houdingen. Bijvoorbeeld de headstand. Zorgt ervoor dat het hart wat rust krijgt. Omdat het bloed automatisch terugstroomt. Het hoeft alleen maar naar de voeten te pompen. Kijk nou wat een mooie scorpion. Wat? Lotus ook nog even erbij. Luna die had net les gegeven. Het was echt zo relaxed. Hi. How was your second class? My second class? Well, like more and more repeating. It was such a natural. It was really nice. I love the music. Relaxing. So nice. En aan het einde ging ze weer op de gitaartje spelen. She's gonna be a bestseller teacher. A bestseller. Yeah, with little music. Yes, I love it. It's perfect. Oh trouwens, ik zie dat steeds meer mensen van streek worden door wat ik allemaal aan het vertellen ben over yoga. Ik bedoel, je hoeft niks van me aan te nemen of zo. Ik zie echt mensen gewoon upset worden in de comments van nee, dat klopt niet, dat klopt niet. Weet je, wat jij gelooft, dat geloof jij helemaal prima voor mij. Anyways, wat ik hier leer, zet me ook weer op een ander pad. Omdat het echt gewoon sens maakt. Weet je, het is gewoon natuurkunde dat de wereld uit mini kleine deeltjes bestaat. En dat dus alles, dat zeg maar ik dezelfde onderdelen heb als die boom daar. En als wij dezelfde onderdelen hebben en puur zeg maar in een andere volgorde opgezet zijn, dan zijn wij in feite gewoon hetzelfde. Saadje vertelt heel vaak dit voorbeeld. Water in de zee is dezelfde water als die in de lucht verdampt. Is dezelfde water als die in de wolken zit. Is hetzelfde water als wat als regen naar beneden valt. Is hetzelfde water als wat door de rivier naar beneden stroomt. Is hetzelfde water wat als grondwater dient als voeding voor planten. Is het eigenlijk ook hetzelfde water wat door planten wordt omgezet in zuurstof voor ons is hetzelfde water als wat wij weer natuurlijk ademen wij zuurstof in, maar dat water is dus omgezet in zuurstof door die planten. Dat ademen wij weer in. We ademen koolstofmonoxide uit mijn hoofd. Weet je, en op die manier gaat de wereld zo verder. En als je, dat is gewoon pure natuurkunde en scheikunde. Daar is gewoon echt oprecht niks mysterieus of spiritueels aan. En vervolgens, als je dan gaat nadenken over wat gebeurt er met mijn lichaam, dan is het voor mij persoonlijk super logisch dat er karma bestaat en dat er reïncarnatie bestaat. Want je lichaam vergaat ook op dezelfde manier en die verandert ook van vorm op dezelfde manier. Dus voor mij persoonlijk, natuurlijk zitten er spirituele elementen in, maar voor mij is het persoonlijk heel veel wetenschap waardoor ik zoiets heb van, oeh, nog eentje. Wat betreft je hormonen en emoties, bla bla bla, realiseer je dat wanneer jij gestrest bent, dat het puur het hormoon cortisol is wat door je lichaam giert. Dat wanneer jij verliefd bent, dat dat ook een hormoon is wat door je lichaam giert. Wanneer jij verdrietig bent, is dat een gebrek aan bepaalde hormonen in je lichaam. Jij denkt misschien dat dat emoties zijn en dat dat, zeg maar, soort van bestaat. Maar het zijn gewoon lichamelijke reacties op gedachtes die jij hebt in jouw hersenen. Dus dat is gewoon biologie. Daar is oprecht ook helemaal niks spiritueels aan. Dus dat wilde ik ook eventjes ophelderen voor mensen die zeggen van, oh, dit is me te zweverig, bla bla. Het spreekt mij juist heel erg aan, omdat het in feite eigenlijk helemaal niet zweverig is. Het is gewoon wetenschap. Dus natuurkunde, scheikunde en biologie. I really like it. En nu gaan we eten. We hebben onverwachts in plaats van zondag morgen vrij. En we gaan nu dus chillen bij een ander meisje die ook heel vaak naar yoga toe komt. En we komen ook nu een Krishna ding tegen. Even kijken hoor. Oh, er valt niet echt heel veel te zien of zo. Kijk hoor. Oké, ik ga nu stoppen met filmen. Heb ik dat ooit echt verteld? Nou, goed. Anyways, bij deze. Ik had echt een anger management probleem. Dingen die me wel raken, dat zegt iets over mijn ego. En dit zal ik uitleggen aan de hand van het volgende voorbeeld. Stel, jij hebt echt totaal niks met Beyoncé, boeit je gewoon niet. En ik zeg van, ja, Beyoncé is echt een flutzangeres, ze bakt er echt niks van, bla bla. Als het jou niet boeit, of als Beyoncé jou niet boeit, dan zal je schouders ophalen, zal je denken, ja, lekker boeien, I don't care. Maar stel dat jij hardcore Beyoncé fan bent, je hebt echt gewoon je muren volgehangen met haar, je hebt al haar platen, whatever, en ik zeg zoiets, dan ga je natuurlijk kwaad worden. Waarom? Omdat het je iets doet, omdat je jezelf daarmee identificeert en omdat het misschien ook een soort van illusie van jezelf is dat jij voor Beyoncé zou moeten opkomen of zo. Dus de negatieve comments waarvan ik merk van, oh, die raken me, daarvan ga ik bij mezelf op onderzoek uit van, waarom raakt dat me? Morgen heb ik onverwachts een vrije dag en gaan we naar Lulu Mall. Ik heb er zoveel zin in. Hier, kijk hoe vet. Herbal hairwash powder. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Welterusten en tot morgen.